Goeiedag. Mijn naam is Mahida Jumanbaks Fakir Mohamed. Ik ben stadsgids in Paramaribo. In de vorige aflevering, weet u het nog, had ik u meegenomen naar het Fort Zeelandia. Vandaag steken we de straat over en we gaan richting Onafhankelijkheidsplein. En dan beginnen we bij het presidentieel paleis. Kijkt u met me mee. Het paleis heeft er niet altijd zo uitgezien. Oh nee. In het begin, en daar heb ik het over, toen de kolonie Suriname pas tot ontwikkeling was gekomen. De eerste gouverneurs die durfden niet buiten het fort te wonen. Dus gouverneur Lichtenberg en gouverneur Heinsius, die hebben gewoond in het fort. En later, in 1683, had je een gouverneur Cornelis van Aarsen van Sommersdijk. Hij kwam hier omdat hij deels ook aandeelhouder was van de kolonie Suriname. En toen hij hier aankwam, had je hier in dit gebied alleen maar inheemse wonen. De Arawakken, de Caraïben en de Warraus. Het was hun gebied, het was hun land. Wat heeft Cornelis van Aarsen van Sommersdijk toen gedaan? Hij begon vrede te sluiten met de inheemse hier in dit gebied. En na die vredesovereenkomsten, toen was dit gebied veilig. Dus buiten het fort, hier was toen veilig. En toen heeft hij besloten hier op deze plek gewoon een simpel houten huisje op te zetten. En hier woonde gouverneur van Sommersdijk. In 1730 werd het houten huis neergehaald en het werd in steen opgetrokken. Een paar jaren later, dat was in 1834, tijdens gouverneur van Hekeren, werden er veel verbeteringen aangebracht. Er werd bijgebouwd en vandaar dat het hier, dat het presidentieel paleis er zo mooi bij staat. By the way, de buitengalerij die is veel later bijgekomen. Tijdens gouverneur Frederici werd er boven het paleis, in het fronton, ziet u daarboven, dat noemen we een fronton. Daar werd het wapen van de geoctrooieerde Sociëteit van Suriname aangebracht. Dan moet ik u gelijk erachteraan vertellen. Nu heb je daar ons eigen wapen van Suriname. Het gouverneurshuis diende als vergaderruimte. Het was ook het bestuurskantoor. En het fungeerde ook als logeergelegenheid voor als er gasten uit het buitenland kwamen. Vandaar die benaming ook gouverneurslogement of gouvernementslogeergebouw. Dat waren die benamingen in die tijd. Niet alle gouverneurs hebben hier in het paleis gewoond. Waarom niet? Het koloniaal bestuur die wilde geen geld sturen voor renovaties aan het paleis. Dus wat deden de gouverneurs als ze hier naar Suriname kwamen? Ze kochten elders, bijvoorbeeld aan de Gravenstraat of aan de waterkant, kochten ze dan een perceel en ze bouwden daar hun huis. Bijvoorbeeld gouverneur van As van Wijk. Hij had zijn huis aan de Gravenstraat. Gouverneur Neptuur ook. Baron van Hekeren, die ene gouverneur, hij had zijn huis ook aan de waterkant. Het waren allemaal welgestelde heren. Vanaf 25 november 1975 is het paleis het presidentieel paleis. Want we zijn nu toch een republiek en aan het hoofd van de republiek staat de president. Het presidentieel paleis.
Kijkt u even met me mee. We kijken nu naast het paleis. Van het gouverneurshuis naar het Fort Zeelandia werd een laan aangelegd. Ziet het hier. En aan beide kanten van de laan, by the way, die laan werd toen de wandelarij genoemd. Aan beide kanten van de laan werden oranje bomen geplant. De benaming was toen de Oranje Laan. Tot 1710. En toen had men besloten hier tamarindebomen te planten. En later kwam iemand met een advies. Als je wil dat de werkers optimaal de hele dag door blijven werken, geef ze dan tamarindemoes met suiker erbij. Je had geen energiedrank in die tijd, er was geen Red Bull. Tamarindesiroop met suiker erbij, dat was de energiedrank. Maar we hadden geen tamarindebomen hier in Suriname. Dus heeft men die planten laten halen uit Afrika en Indonesië en hier in dit gebied geplant. Kijkt u om u heen, overal hier in dit gebied, de tamarindebomen. En toen hebben ze ook de naam van deze laan veranderd in Tamarindelaan. Dus eerst had het die benaming de wandelarij, toen de Oranje Laan en daarna de Tamarindelaan, tot de dag van vandaag. En hier in deze laan is er iets heel engs gebeurd. In 1683 zijn gouverneur van Sommelsdijk en zijn adjudant Verboom hier in deze laan vermoord. Doodgeschoten door 11 criminelen. Loopt u met me mee? We gaan nu naar het Duplessisgebouw. Het Duplessisgebouw staat hier aan het Onafhankelijkheidsplein nummer 2. De naam Duplessis is misschien bekend bij u. Weet u nog dat verhaal van die beruchte mevrouw Susanna Duplessis? Maar ze heeft niet altijd hier gewoond hoor. Oh nee. Ze was voor de tweede keer getrouwd met meneer Stalkerts. En ze woonde in het hoekhuis aan de waterkant. Maar het ging niet zo goed, hun huwelijk. Dus zijn ze in 1783 gescheiden. En Susanna Duplessis is toen verhuisd. Ze is hier in dit huis komen wonen. En dat was makkelijk voor haar, want dit huis behoorde, het was van de familie Pigot. Familie van haar dus ook. Ze heeft dit huis dus van hun gehuurd. En hier heeft ze gewoond. Ze staat bekend als een heel beruchte slaven-eigenares. Maar we gaan niet verder in details treden. Kijkt u met me mee naar het gebouw. Dit is precies zoals een plantagewoning eruit zag. Dit huis heeft 2 grote stadsbranden overleefd. Is niet te geloven. Die ene grote brand van 1821 en die andere van 1832. En weet je wat men zegt? Gelooft u in het spirituele? Men zegt dat de geest van Susanna Duplessis, zij heeft gewaakt, dus zij heeft ervoor gezorgd dat haar huis niet is platgebrand. Mag het geloven of niet? Maar ik geloof meer in het Noordoostpassaat. Dus de wind waait zodanig dat dit huis bespaard is gebleven. Na die grote stadsbranden van 1821 en 1832
had men besloten hier op deze plek een stadhuis op te zetten. Een raadhuis, zoals u het wil noemen. En men heeft de architect Voogd de opdracht gegeven daarvoor. En de bouw was toen begonnen. Maar toen had je ook in die tijd had je die bekende gouverneur, baron van Heekeren. En hij was dus eigenlijk de opdrachtgever. De architect Voogd die bouwde het raadshuis in de periode 1836 tot 1839. En het is opgetrokken in Griekse stijl. Kijk maar naar die zuilen. Ziet u ze? Dit noemen we de Griekse stijl. En toen was het af. Maar daarboven zou er een torentje komen. Oké, ze hebben dat torentje gebouwd. Ik vertelde u al, de opdrachtgever was gouverneur van Heekeren. Zijn vrouw, de barones, die was niet tevreden met dat torentje. Zij wilde per se een iets grotere toren hierboven op dit gebouw. Op het stadhuis. Dat was haar wens. En ze heeft er wel kunnen, ze heeft gewoon doorgezet totdat de gouverneur had toegegeven. En die grotere toren. Kijk maar met me mee. Weet u dat tot de dag van vandaag, dat de oudere generatie deze toren, de toren van de barones noemen? Toen het af was, toen dat torentje er stond, moest er een klok geplaatst worden. En de klokkenmaker uit Amsterdam, Buys, hij heeft dus die klok gemaakt en geplaatst hier in de toren. En deze klok werd gehanteerd als de juiste tijd in Suriname. Kijkt u met me mee. Ook dit gebouw, gebouw van financiën, heeft een fronton. Maar hierboven staat er een bronzen kop. En eigenlijk zou ik het als raadsel naar u toe moeten brengen. Ik zou u eigenlijk vragen om te raden wie het voorstelt, die bronzen kop. Weet het niet? Koning Willem III. En waarom de bronzen kop van koning Willem III? Boven op het gebouw van financiën. Koning Willem III was in 1863 de koning. En hij was mede ondertekenaar van het emancipatieverdrag. En in 1913, bij de 50-jarige herdenking van de afschaffing van de slavernij, had men besloten om een beeltenis van koning Willem III ergens in Paramaribo te plaatsen. Er was geen geld genoeg voor iets groots. Vandaar dat ze zo'n simpele bronzen kop van koning Willem III hierboven hebben geplaatst. Toen het af was als raadhuis, zo was het opgezet, hè? Raadhuis of stadhuis. En toen het was afgebouwd, toen het helemaal af was, toen heeft het bestuur van de kolonie gezegd van, sorry, hier komt er geen stadhuis. Hier komt het gebouw van financiën. En tot de dag van vandaag heb je hier het gebouw van financiën, het ministerie van financiën. Van de rekenkamer is het omgebouwd tot gebouw van financiën. Het Hof van Justitie. Omstreeks 1755 werd hier een houten huis opgetrokken. Een huis van een zeer welgestelde mevrouw. Haar naam was Anna Dufour. Zij was eigenares van 3 grote plantages. Plantage Klaverblad, plantage Sardam en plantage Rorak. Haar derde echtgenoot had het voor haar gebouwd.
En die meneer was kapitein in het leger hier aan de overkant, in Fort Zeelandia. In 1773 kocht de raad van politie de woning. Het werd een raadhuis. En toen werd besloten dit gebouw, dit houten gebouw, in steen op te trekken. Ze hebben een heleboel veranderingen aangebracht. By the way, die stenen fundering is gebleven. Die fundering is authentiek. Kijkt u maar mee. Ziet u hier die grijze stoep? Die grijze stoep is authentiek. De eerste steenlegging van dat stenen gebouw vond plaats op 9 september 1793. En door wie? Door gouverneur Frederici. Ze hadden toen een marmeren steen gebruikt tijdens die eerste steenlegging. En die marmeren steen kun je nog steeds bezichtigen binnen in dit gebouw. Boven de deur is het ingemetseld. Dat is het verhaal van het Hof van Justitie. Kijkt u met me mee naar boven. Ook dit gebouw heeft een fronton. Maar eigenlijk hoef ik u niet te vertellen wat het voorstelt. Overbekend bij u. Kijkt u maar mee. Vrouwen Justitia, juist ja. Loopt u met me mee? We gaan nu verder. Voor u, dit hier is de congreshal. Maar voor het de congreshal was, hier heeft het Palace Hotel gestaan. Het was een heel mooi hotel. Palace Hotel dus. Palace Hotel en Casino. Zo werd, dat is die benaming. Palace Hotel en Casino. Helaas is het ook afgebrand in de jaren 70 van de vorige eeuw. En daarna heeft men besloten om hier een congreshal te bouwen. Zullen we verder lopen? We gaan nu naar het DNA-gebouw. Wat betekent die afkorting eigenlijk? De Nationale Assemblée. Kijkt u maar met me mee. Het is een pracht van een gebouw. In dit gebouw vergadert de Nationale Assemblée. Maar vroeger, voor 1996, klinkt zo dichtbij hè. Voor 1996 had je hier het park. Buiten sociëteit het park. Sinds 1877 was er hier een soos. En het ligt zo riant hier vlak langs de Suriname rivier. Het was voor de ontspanning van de leden. De leden van het park. Maar op een gegeven moment werd het te klein. Het werd te krap, te eng. Dus dat zo redeneerde men in 1945. En toen is men begonnen om plannen te maken. In 1951 kreeg ingenieur P. Nagel dus de opdracht om hier om het ontwerp te maken van een nieuw clubgebouw. Op 22 mei 1954 was de opening van het nieuw clubgebouw. En toen heeft men een bronzen gedenkplaat onthuld. En op die plaat was er een gedicht vermeld. Een gedicht van Lou Lichtveld, pseudoniem van Albert Helman. Dat gedicht ken ik niet uit het hoofd, maar ik zal het even voorlezen. Het huis dat ge hier binnentreedt, erken het als een vriendenwoon, terwijl ge u verpoost. En weet, paleizen zijn enkel schoon, als vriendschap heerst in alle hoeken. Richt u hiernaar, wie het ooit vergeet, kan elders een verpozing zoeken. Dat is dus het gedicht geweest van Lou Lichtveld. Pseudoniem van Albert Helman, bij u allen bekend. Dat was dus zo'n beetje het verhaal van dit gebouw. Tegenwoordig, zoals je alle weet, ik herhaal het, is het DNA-gebouw. Hier vergadert
de Nationale Assemblée. Hier vergadert de Surinaamse politiek. En met dit verhaal van DNA-gebouw ben ik aan het eind gekomen van deze aflevering. Hoop u terug te zien bij de volgende aflevering. Tot dan!